tiental satellieten die rond de aarde draaien. En het ISS, wat ook rond de aarde draait, dat kan je te zien. Schaal 51. Het is een donkere zwarte ruimte waar de satellieten in hangen, als het ware in de ruimte. En met verlichting kun je die uitlichten. Er hangt een pc langs met een touchscreen. Er zitten allerlei quizjes op en er zit wat informatie op over de satellieten die je te zien krijgt. Het is voor de Sterrenwacht nogal wat, een ruimtevaarttentoonstelling. Erg gespecialiseerd op dit gebied waren ze namelijk niet. We hebben eigenlijk weinig aan ruimtevaart nog zitten in de Sterrenwacht. Dus vandaar dat we echt een aparte afdeling daarvoor wilden creëren waar satellieten en het ISS te zien is. We hadden wel een ISS-model, schaal 1/144, een flink stuk kleiner. We hebben wat kleine dingetjes over ruimtevaart, maar niet echt zo, we zijn niet echt groot uitgepakt, zeg maar. De sprong naar de tentoonstelling was dan wel niet zo groot als de eerste stap op de maan. Bijzonder was het wel. In ieder geval voor één iemand, Artjan van den Berg. Jij hebt net deze tentoonstelling geopend. Hoe was dat? Ja, leuk om te doen. En ook leuk dat ik door de bank mocht springen. En hoe heb je het voor elkaar gekregen om de tentoonstelling te mogen openen? We moesten een satelliet maken. En dan moest je die inleveren bij de Sterrenwacht. En dan kon je prijs winnen. En ik won toen de eerste prijs. Dus toen mocht ik de tentoonstelling openen. En hoe heb je die satelliet gemaakt dan? Met kurken en stokjes. En dan met folie eromheen. En nog een paar plaatjes van internet. En zo mooi mogelijk maken dan. Wat vind je van de tentoonstelling die je net hebt geopend? Ja, dat is mooi. En heel groot. Het ISS. Het ISS is dan ook wel de trots van deze tentoonstelling. Het duurt alleen wel even voordat je wat hebt. Er is een periode van ongeveer een half jaar voorafgegaan van voorbereiding. Van hoe gaan we iets maken? Waar hebben we de ruimte ervoor? En toen hebben we firma in Limburg de opdracht gegeven om het ISS te gaan bouwen. Dat hebben we niet zelf gedaan. En daarna zijn we zelf de tentoonstelling eromheen gaan bouwen met alle computerprogramma, verlichting, aansturing, sterrenhemel erachter, al dat soort dingen. En dat heeft heel veel tijd gekost. De Sterrenwacht is in ieder geval erg tevreden met het resultaat. Ja, het is gewoon geweldig om te zien natuurlijk. Het ISS is echt heel groot. Het is 2 meter lang en 1,50 meter dik, hoog. Dus het is echt een heel groot model met heel veel detail. Het is gewoon geweldig om te zien waar André Kuipers geweest is om dat hier in de Sterrenwacht te bekijken.